Daniëlle! Hey! Daniëlle! La 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 la! Oké. Hallo allemaal. Hallo. Welkom bij onze vlog. Waar zijn we? We zijn bij Excelsior. Waarom? Omdat dat op één na mooiste voetbalclub van Rotterdam is. En we zijn hier voor de schrijfster van dit boek. Namelijk Daniëlle van de Klein Driessen. Zij is onder andere hier bij Excelsior bij de jeugdopleiding werkzaam als sportpsycholoog. En heeft een prijs gewonnen voor sportinnovatie als het gaat om hoe ga je nou met die ouders om? En daarom zijn we vandaag met Daniëlle, ja. Want wij willen weten hoe gaat zij nou met die ouders om. Ja. Ik weet toevallig dat jij een prijs hebt gewonnen. Ja. Kan je ons daar wat meer over vertellen? Ja, dat is de Nationale Sportinnovatieprijs. En dat is eigenlijk dat we een heel mooi project kunnen neerzetten voor meer sportplezier op het veld. En dat is nodig, want clubs die storen zich soms aan dat het te weinig plezier is. Je hebt het over schreeuwende ouders en gedoe met ouders. Terwijl deze methodiek gaat er eigenlijk om dat ouders de belangrijkste zijn voor die kinderen. En de kinderen zijn ook heel loyaal aan die ouders. En op het moment dat je die verantwoordelijkheid ook aan ouders geeft van hey, jullie zijn het belangrijkste, jullie weten hoe je kind in elkaar zit, dan ga je het samen doen. En daar heb je niet alleen die ouders voor nodig, maar ook de trainer en het kind zelf. Voor dit project aan mijn kind vroeg van hoe vind jij nou dat ik het doe? Dus ik vind je bloedirritant. Oh echt? Nou, lekker dan. Maar wat hij bedoelt is, hij wil graag winnen. En hij zegt, ja, dan sta jij daar met die camera. En ik doe dat voor opa en oma. Maar dat leidt af. En hij zegt, ik heb liever dat je bij de finish gaat staan. Dus hij bedacht ook nog gelijk de oplossing. Goed, ja. En daar gaat het om dat je met elkaar over jezelf gaat nadenken van, ja, maar wat doe ik nou? Je kan niet in één regel zeggen van, ja, als jullie dit allemaal doen, want het moet voor je kind werken, moet voor je gezin werken. De trainer zijn ook allemaal anders. De trainer is van 17 en van 35. Heel veel geleerd, heel weinig geleerd. Alles door elkaar. En er zit geen goed of slecht aan, maar daar heb je wel rekening mee te houden. En dat gaat in samenwerking met iedereen, want een kind moet dat prettig vinden. En het is inderdaad wat jij zegt, het is niet één malletje waar je alle ouders in kan gieten, wat voor alle kinderen, voor ieder team, voor iedere trainer werkt. Maar als ik je dan toch vraag, hoe willen wij dat ouders zich gedragen langs de lijn? Wat zou je daar dan op antwoorden? Ja, nou, waar Sport en Perspectief zich op richt is dat je actief samen met elkaar het veld op gaat. Dus dat is wel wat het echt ook wel anders maakt. Ze gaan samen trainen. En wat ik hier bijvoorbeeld, nu zijn we bij Excelsior, maar ik heb dat ook bij In Time Tennis Academy gedaan. En halen we de ouders de baan op of het veld op. En gewoon al er staan, dan maak je al bewust van ja, wat doe ik nou als ik kijk. Dan zetten ze je neer en ik ging eerst zo staan. Hè, gewoon. Ik had niks. Ik zei, ga maar doen wat je wil. En toen stonden ze er echt 10 minuten zo. En toen zei ik, ja, dit is echt wel raar, want ik ben gefilmd en we doen niks. En toen ging ze lopen, toen ging ze aanmoedigen, zeg maar. Maar uiteindelijk... Kom, gaan we het voordoen. Oké, dus ik ben ouder. Of ik ben een speler? Een vader, een sportvader. Ik ben een vader, oké. Oké, nou, je mag me aanmoedigen. Ik loop over het veld en geloof mij dat ik in mijn eigen plek. Daniëlle! La 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 la! Oké. Is dit ook hoe je het normaal doet? Nee, want dit was even... Hoe zou het mij helpen? Raak ik er gemotiveerd van? Ik denk dat je afgeleid wordt. Ja, ik werd wel blij. Ik moest wel lachen. Ja, fijn. Fijn. Dat was nog niet gebeurd vandaag. Maar, ja, ik zou maar het niet... Maar wat zou je, als je nou zegt van, nou, dat zou nou echt goed zijn om te doen, de leukste kant. Wat zou je dan doen om mij te motiveren? Misschien gewoon... plezier. Ja, plezier. En de afloop? Goed gedaan. Kom. Ga lekker naar huis, hapje eten. Ik heb het een keer aan een hele groep zeilers gevraagd. Ja. En die zei een bakje chocomel. Ja, lekker bakje chocomel. Gewoon
En ik had die ouders ook op laten schrijven. En die hadden heel verhalen van dit en dat. En die kinderen gewoon een bakje chips. En de trainer kan daarbij blijven wie die is. Hij zal het altijd op zijn eigen manier doen. Maar dat is dan ook weer de uitleg naar de ouders wat ze krijgen. Want die gaan een soort toolkit krijgen en een boek. Waarin ze ook lezen van oké, maar die trainer die doet het ook met zijn beste geweten. En die neemt ook zichzelf mee op het veld. Ja. En je hebt trainers die zeggen heel veel en trainers die niks zeggen. Als een trainer niks zegt, dan kan je zeggen, hij vindt me niet leuk. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon je niet gezien heeft. Ja. En wat er in dat boek vooral voor die ouders zit, is kijk in perspectief opdrachten en handel in perspectief opdrachten. Dat ze op een andere manier leren kijken. Oké. Dus, kan je daar een voorbeeldje van noemen? Een concreet, praktisch voorbeeld? Nou, als je sport kijkt, kijk je eigenlijk heel snel naar resultaat. En dat is ook logisch, want het wordt gemeten. Dus bij atletiek, hoe ver je gesprongen hebt, hoeveel goals je gescoord hebt. En ze gaan nu opdrachten krijgen waar ze aan andere dingen gaan kijken. Bijvoorbeeld hoe vaak heb je samen gelachen, hoe intens heb je gespeeld. En ze krijgen ook opdrachten om misschien eens 10 minuten niet te kijken. Nou, dat is echt niet relaxed. Dat was moeilijk, denk ik, ja. Maar wat gebeurt er dan? We zijn eigenlijk nu met een heel team aan het ontwikkelen. Maar hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen? Dat ze inzicht krijgen dat je ook op andere manieren naar je kind kan kijken. Ja. En knijter trots kan zijn, ook al heeft hij misschien 3 hele beroerde fouten gemaakt. En wat heel belangrijk is, is dat ze bijvoorbeeld schreeuwen. Dat ze horen, dan maak je kind, hou je dommer mee. Want op het moment dat jij aanwijzingen roept, dan hoeft het kind niet meer zelf na te denken. En dat betekent eigenlijk dat je hem op dat moment de mogelijkheid om een extra verbinding in dat brein te maken ontneemt. Je zei het net al, communicatie is echt heel erg belangrijk. Als trainer, als ouder, als trainer met ouder, als trainer met kind, als ouder met kind, als ouder met trainer. Dat je een beetje die driehoek hebt van trainer, kind, ouder. Dat die communicatie daar super belangrijk in is. We hebben ook weer heel veel verenigingen in Rotterdam die helaas niet het budget hebben om jou in te huren. Hoe zouden zij hun trainers daarin kunnen begeleiden? Want dat zijn misschien ook gewoon vrijwillige vaders en oudere jeugdleden die daar op het veld staan. Hoe kunnen zij hun een handje helpen om wat prettiger met die ouders om te gaan? Nou, ik denk dat de eerste stap is dat we het met z'n allen belangrijk gaan vinden dat daar bijscholing in komt. Dat er inderdaad een online training, dat hoeft helemaal niet zo achterlijk veel geld te kosten. Het gaat er vooral om dat mensen het nutten van gaan inzien. We zijn nu bij Excelsior. Hoe doen ze dat dan bij Excelsior? Als die ouders dan binnenkomen en met hun kind hier. Ja, deze wedstrijden gaan echt wel om de punten. En natuurlijk gaat het om opleiden, maar... Hoe gaat Excelsior daar dan mee om met die ouders? Nou, wat ze al heel mooi hebben gedaan, en daar zit echt wel een verschil met de grote clubs. Ze hebben qua budget niet het grootste, maar ze hebben mij wel het vertrouwen gegeven dat ik elk moment het veld op mag stappen, in de dugout mag zitten, de kinderen wat mag vragen. En dat maakt het voor ouders veel laagdrempeliger om mij vragen te stellen. Je bent zichtbaar. Ja, en soms zeg ik tegen de trainer, let hier en hier op even. Of ga ik in het gesprek met een kind, met een trainer zitten. En dan is het eigenlijk vrij snel opgelost, wat anders blijft doorgaan. Dat is toch gek, dan zit je bij je jongens en dan komt er een keer zo'n vrouw met blonde haren. En die gaat dan even tegen de trainer zeggen wat hij moet doen. Ja, maar dat is dus heel goed van In Time en van Excelsior. Dat die dat vertrouwen hebben gegeven. Want dat lukt dus niet in één keer. Nee. Ik liep hier vorig jaar ook wel eens. Dan zei ze, je loopt in de weg. En dacht ik, maar langzaam gaat dat groeien. En dan zien ze de meerwaarde. En die trainer is het belangrijkste hier op het veld. Ik ga niet de trainer uithangen. Maar ik weet wel veel van prestatiegedrag. En van ouder gedrag. En daar kan ik wel wat in doen. Daar zijn we. Ja, mooi Japans spelletje, want dit heeft Danielle verteld. Verteld inderdaad. Ja. Hoe is het? De Kamata, Japans. Maar het ging met name om taakgerichtheid. Dus wat we gaan doen, we gaan zorgen dat dit balletje hier bovenop komt. Stil, maar. We hebben een figurant. Kom.
Wie ben jij? Figurant, wie ben jij? Matthijs. En Matthijs gaat ons proberen af te leiden van onze taak. Hij mag ons niet aanraken, maar wel afleiden. Ik ben benieuwd. Steve begint. Go! Oh. Oeh. Dat zit mij. Oh! En. Oh. Gieteren. Ik ga vergieteren. Ja. Oei. Hoe vond jij het om te doen om af te leiden? Leuk. Leuk. Ja, je deed goed. Wat merkte jij aan jezelf toen Matthijs ging afleiden? Oh, ik vond het wel heel moeilijk om taakgefocust te blijven. Ja? Ja, dat is ook te zien in de eindstand. Ik hield me heel erg bezig met de groene bal om te zorgen dat hij echt op. Dus echt de taak om erop te komen. En eigenlijk de bezem en zo zag ik op een gegeven moment niet meer. Zelfs niet toen hij hier zat? Nee, toen moest ik echt op die groene bal blijven letten. Dus het is Matthijs niet gelukt. Ondanks dat hij wel hartstikke goed heeft afgeleid. Dus... Dankjewel. Ja, ik zit hier bij de onder 13 tot en met onder 15. Ja. En dan straks bij de jongeren van 10 tot 12. Ja. Maar wat je een trainer leert, is eigenlijk hoe hij zelf mentale training kan verwerken in zijn eigen training. En heel vaak doen jullie al dingen, maar het is net even die bewustwording dat je even vraagt van hoe werkt dat voor jou? Waar dacht je aan? Waar keek je naar? En die trainers hier, die snappen het wel inmiddels. Dus dat is leuk. Dat van de week was ik bij een training en had de trainer, die had de partijen, ineens moesten ze allemaal dezelfde shirtjes aan, dus geen hesjes meer. Ja. Nou, dan staan er een aantal die blijven echt helemaal stijf staan en doen niks meer. Nee. Maar dat gebeurt in de wedstrijd ook. Als er ineens iets onverwachts komt, dan doen ze niet meer wat ze moeten doen. En daar kan je ze op dat moment bewust van maken. We hebben ook wel eens een ploeg gemaakt. Hebben we alle hele introverte stille, dus alle remmers bij elkaar gezet en alle gassers bij elkaar remmers, gezet. Remmers, dus even gas en rem voor de kijkers. Want, gas is als je veel van je laat horen, een beetje druk, explosief. Nou, dat is heel handig in de sport, maar soms kan dat ook wel chaos geven als je te graag wil. En de remmers zijn meer rationeel. De denkers. Nou, denken is ook heel handig in de sport, maar het is ook geen schaken. Je moet op een gegeven moment gewoon rennen. Je moet handelen naar de situatie. En, meestal heb je hebt natuurlijk altijd een combinatie van allebei, maar wat we toen gedaan hebben is alle wat drukkere, extraverte spelers bij elkaar en de wat rustiger. En dan zeg ik grappig, want daar was gewoon één kippenhok en daar werd helemaal niks gezegd. En wat je ze daarmee leert is dat het niet goed of fout is, maar wel dat dit dus gebeurt. Dat die dus nooit elkaar coachen en die zoveel zeggen dat je ook denkt, waarom moet ik nou doen? Dat er geen lijn in zit, ja. Gouden tip is, kijk naar jezelf en sportplezier maak je samen. Ja. Dus je kan altijd wel naar een ander wijzen, maar uiteindelijk ben je er zelf een onderdeel van. Dus als je de ouders storend vindt, kijk dan eerst wat je zelf zou kunnen doen om dat storende gedrag te verminderen. Als je als ouder de trainer irritant vindt, ga dan bij jezelf naar, wat doe ik er zelf in? Ik heb een hele goede trainer of een coach die heeft wel eens gezegd, je kan pas mensen coachen als je jezelf kan coachen. Ja, en, maar dat is ook iets wat je mensen kan leren. En, dus niet dat belerende vingertje, daarvoor geloof ik ook niet al in al die gouden tips. Want je moet voor jezelf ervaren, maar daarom werkt het niet. Dat was wel weer een mooi gesprek met Danielle. Echt heel nuttig. Zeker, ja, zeker. Echt veel uitgehaald. Wat vond jij eigenlijk, wat jij gelijk eigenlijk mee zou kunnen nemen?
Ja, dat wat ik mee zou nemen is dat er niet één gouden regel is of gouden regels zijn. Daar gelooft zij gewoon niet in. Nee. Wat zij wel zegt, joh, ga in gesprek met die trainers. Trainers, ga in gesprek met de ouder. Blijf communiceren met elkaar en zo kom je. Want iedereen is anders, ieder kind is anders, iedere ouder is anders. Dus ze hebben het erover met elkaar. Ja, heel gaaf. Wat ik ook wel mooi vond is dat je het gewoon echt kan trainen. Ja. Dus dat je in je praktijk... omgaan met die situaties, afleidingen en zo, dat je het echt op de training toe kan passen. Als je daar als trainer bewust van bent. Ja, zeker. Dus dat is heel mooi. Ja, wat ik nog meer meeneem is die driehoek. Die driehoek van ouder, kind en trainer. En dat je daarin gewoon optimaal samen moet leren werken. Ja, dus jij als trainer moet dat wel in de gaten houden. Hè? Je moet die ouders echt in de gaten houden en het kind, wat er allemaal gebeurt. En ja, lukt het jou niet, vraag hulp. Vraag hulp aan mensen die je ook weer mee kunnen kijken. Zeker. Dus, en heb je vragen hierover, wil je er meer over weten, laat ons weten. En uiteraard het boek van Danielle kan je uiteraard bestellen, Gas en Rem. En binnenkort komt er nog een nieuw boek uit, zoals ze net benoemde. Dus Danielle, jij enorm bedankt. Bedankt. Super, en tot snel tot weer. Tot de volgende.